Nederland en welkom bij een nieuwe vlog op All These Games. Jongens, het is bijna kerst. Het is bijna kerst en vandaag is het voor mij donderdag. Ik weet niet welke dag het voor jullie is. Maar jongens, wat doen wij altijd op donderdag? Debbie? Flesje. Flesje. Dus we gaan weer een lekker broodje halen, want we hebben weer een tussenuur. We hebben net alleen wiskunde gehad en daarna hebben we al gelijk een tussenuur. Vandaag hebben we school tot 4:15. Debbie een uurtje minder en ze zit nu te lachen. Vanmiddag gaan ik en Dylan thuis bij mij samen kerstkoekjes bakken voor morgen, voor de kerstbrunch. We laten eens gek doen, vinden we wel lachen. Kunnen we een keer zeggen dat we een keer iets hebben gedaan, jongens? Dus we gaan nu even naar de plus, gaan we even lekker broodje halen. En dan spreken jullie dadelijk wel. Ik zit nu in het kooklokaal en we hebben nu even pauze. En ik zit hier met al mijn matties en we doen even een cool rondje. Dat vind ik leuk. Maar we gaan straks pasta carbonara maken. En we hebben weer even pauze. En ik ga nu even jullie mijn nieuwe hoesje laten zien van mijn iPhone. En hij is zo vet. Oh, je kan hem minder mooi zien op mijn camera. Maar kijk, hij is fel blauw. En dit is gewoon de achterkant van de iPhone dan. Maar dan in een hoesje vorm. En dan heb je dit gewoon dat het doorzichtig is. En dan lijkt het net of je een blauwe iPhone hebt. Super nice. Heeft een van jullie ooit wel eens gehoord van foelie kruiden? En het is heel ranzig. Dus wij gaan zo lekker even hier zo. Gaan we even lekker pasta brouwen. Bye bye. Nou, ik ben weer thuis in de oudste trouwde plek. En ik en Dylan die gaan nu kerstkoekjes maken voor school. Wij zijn echt schoolkindjes nu. We hebben ook een lekkere glazuur gekocht. En van die leuke schrijfstiften. Dus we gaan het lekker decoreren. En ik ga ook even kijken of we vormpjes hebben. Want dan gaan we gingerbread man's maken. Kijk hoeveel suiker het is. Dat is vet. Nee, volgens mij moet het ui er nog eens in. Oekjes bakken. Oek nu. Oké, er moet dus een ei in. Nee, lol. Het is de baby van een kip. Lukt het of niet? Mike, mag een koffie? Wil je echt koffie? Ja. Deze is een heel vies. Die ruikt wel heel vies. Wil je die? Ja. Weet je wel? S-E-N-S-E-O. Een eeuw. Nee, ga het niet op de grond doen hoor. Ga nee! Wat doe je? Wat doe je? Kijk, het hoort. Ja, maar hebben we dit schoongemaakt? Nee. Who cares? Hallo, wij eten één koekje, dan gaan wij niet dood. Oh, dan gaat het al. Dan gaan wij niet dood van hoor. Schijt hem al die andere klasgenootjes als het er. Knie. En jij hebt mij vreselijk, ik heb nog geen één ding op. Jij doet echt wel de bakker, hè? Ik ben een bakker. Oh. Maar dit is wel lekker zacht. Nou. Nee, ik ben serieus. Waar liggen die klote dingen? Ja, die zijn voor mijn verjaardag. We zijn een snufje zelf gegeven. Dat is het. God, wat is het? God, daar komen we nu pas achter. Snufje. Nee! Ik dacht, jij zegt niks, dat doe ik nog niet. Een snufje is dat pakje met twee vingers. Echt? Dus dit, dat is ongeveer dit. Ja, goed. Het is kerstmis. Oeh. Ik ga even op de tong wat ik word van. Het smaakt heel zout. Ja, vind je het gek? Een snufje zout, kan mooi vlot. Vlot. Wil je een Turkse thee? Ja toch? Wat? Je weet dat het doet. Ik ben altijd zo. Het is netjes verdeeld. En dat komt mooi. Ja, ik doe het ook. Het is echt heel veel. Zo. Moet je eens een nat maken? Nee. Van een beetje in pepperen. Ja, joh, ik bak nooit. Ja, ik ook niet, maar. Oké, zo vind ik hem goed. Je ziet wat ik bij de bakker doe, dan denk je echt, kind wel werkt hier. Oh, je koffie. Doe ik het goed? Nee. Nou weer. En dan krijg je heel veel piepjes. Rustig! Met mijn kleren. Doe ik het goed? Ja, dat valt niet zoveel op de bekloten, hè. Ik zei net dat je er niet veel aan kon verkroten, maar dit is echt... Hoe krijg je het godsnaam voor elkaar? Weet niet. En het ei heel. Heb je nou een heel koekje in je mond gestopt? Breedzaam.
Stop het ei in de bakje, oké. Okay. Strijk het ei over het kopje. Over de ei. Zo, klaar. We zijn gauw bruin. We zijn gauw bruin. Doei. Doei. Kijk, ja, van, is deze steeds verrassend. Soms ben je aan een. Oh. Smaak gewoon vies. Het ziet er gewoon alleen leuk uit. We hebben dan heel veel deeg hoor, voor hele kleine koekjes. Nou, even serieus, maar dit is echt. Maar dat is leuk, want het is een brunch, hè? Gewoon maar dit is één hap. Gewoon nu heb ik hem aangeraakt. Nu mag ik hem opeten. Nee. Nou, de kennen en zullen het alles opeten. Alles likken. Oh, ik heb het aangeraakt. Ja, zet maar gewoon. Doe het dicht! Bye. Hoe lang moeten die trainen? Kijk uit, hè, voor het rooster. Op dit moment zijn we bezig met chocoladekoekjes. Een beetje heel veel hagelslag. Sorry, mam. Kijk hoeveel. Nou, hen. Oh, deel. Oh, misschien is dit wel lekker deeg. Ja. Suiker met chocoladesuiker. Even proeven. Nog even een hagelslag. Dippen. Hm? Ja. Kijk hoeveel je nog hebt. Ja, gewoon. Niet dood doen. Leg maar neer. Press gently on the table. Hoi jongens, het is ondertussen de volgende dag. Ik ben echt heel stom geweest. Het is nu, kijk hè, het is 12:30 vrijdag. Vanmorgen ben ik om 8 uur wakker ben ik naar de douche gegaan, want om 9 uur moest op school zijn. En om 8:30 werd ik opgehaald door Dylan. Waarmee ik koekjes bakte gisteren. Werden we opgehaald door de vader. En dan gingen we makkelijk gewoon naar school. Gingen we makkelijk dan de bus. Dus ik was klaar met douchen vanmorgen. En ik loop zo mijn kamer in. Kijk door het raam. Komt de auto van Dylan's vader aan. Gaat hij beginnen te toeteren. Ik moest nog aankleden. Ik moest nog ontbijten. Ik moest mijn tas nog inpakken. En mijn camera inpakken. Ik had alles heel snel gedaan. Want hij was wel 10 minuten te vroeg dan gepland. Of nou ja, had ik ook niet tijd om het ontbijten, maar dat maakt even niet uit. Ik had mijn camera snel in mijn tas gedaan en zo. En toen kwam ik op school. En wat gebeurde er? Ik was mijn SD-kaartje vergeten. Die zat nog in mijn laptop. Een SD-kaartje is dat kaartje, weet je wel. Zo'n kaartje waar je dingen opslaat van camera's, je weet zelf al. Dus ik kon daar niet mee vloggen. En dus, ja, heb ik heel de kerstmiddag of kerstbrunch ontbijt, weet ik veel. Het was wel leuk. Op school hebben we een soort quiz, of nou ja, een soort leuk opdrachtenspel gedaan met 4 groepjes. Het was heel leuk hoor, en dan kon je de dingen winnen. Mijn excuus is dat ik heel weinig heb gevlogd. Ook gisteren heb ik geen eens een eindtrein gebreid. Dus ik dacht vandaag doe ik ook lekker vloggen. Vandaag, wat staat er op de planning? Het is nu 12:30. Ik heb officieel kerstvakantie. En ik zag ook dat in België hadden heel veel mensen al heel lang vakantie. Ik heb er geen verstand van in België, jongens. Dus niet denken dat ik dat nu, dat ik dat allemaal al weet in mijn hoofd. Wat er op de planning staat is een secret. Het heeft niks met een kanaal te maken of zoiets hoor, maar Bo en ik hebben weer een secret. Ik weet niet of ik het ga vertellen of ik het laat zien. Maar ik vind het een leuk idee en Bo ook. Dus daar zijn we benieuwd naar. Wat ik ook weer lekker ga doen vandaag is lekker de Walking Dead opnemen. Vorige keer, of eergisteren was dat voor mij, dat was op woensdag, heb ik een uur de Walking Dead opgenomen. En dat staat allemaal nog niet op YouTube. Maar dat maakt niet uit. Ik vind het leuk om op te nemen. Dus ik ben ook alleen thuis. Dus ja. Dus ik ga lekker even aan de slag. Ik heb lekker eventjes een glaasje groene thee met honing natuurlijk. Arizona. Dit is my fave. Kijk. Heel veel mensen zagen dat ook. Volgens mij in mijn eerste vlog. Ik heb hier heel veel flesjes staan. Kijk, ik heb ook hele bijzondere. Dit is een glazen witte blueberry. En kijk. Deze hebben heel veel mensen nog nooit gezien. Dit is Diet Arizona. Dus dat is de thee die ik altijd drink, maar dan zonder suiker. Heel niet lekker, maar het is wel een heel mooi flesje. Ook van glas. Dus dat is nice. Ja, zo. En ik heb ook nog blikjes. Kijk, hoppakee. Hoe hipster zijn we vandaag? Heel hipster. Dus ik ga nu even lekker aan de slag en dan spreken jullie dadelijk alweer. Nou, het is ondertussen al 3:10. Ik ben weer lekker bezig. En kijk waar ik nu mee bezig ben. Wat moet dit nou eens voorstellen? Nou. Jongens, wat denken jullie wat dit wordt? Laat me in de comments achter. Het wordt tenminste geen nieuw logo. En dit is niet af. Maar
guess what? Je moet maar... Kom maar er gewoon achter. Dit wilde ik eerst in Illustrator doen, maar ik kan daar helemaal niks van. Ik heb het heel lang geprobeerd, maar het lukte maar niet. Dus nu doe ik het in Photoshop, wat ik wel een beetje kan. En vanavond is er weer een speciale leuke avond, want de PM Server 4.0 komt er vanavond uit. En het is super vet, dus er komt er een nieuwe server en zo. En daar heb ik echt heel erg zin in. Heb ik gewoon allemaal leuke minigames. Lekker survivalen. Ik heb er gewoon echt heel veel zin in. Ik ben echt een idioot. Ik had heel veel dingen in Photoshop aanstaan. Dus ik dacht, oh, die zet ik wel eventjes uit. Want dan gaat misschien Photoshop even wat sneller. En wat doe ik? Ik druk ook mijn werkje af. Waar ik mee bezig was. Met niet opstaan. GG, well played! Boning, die gaan nu eventjes een video opnemen voor Project Minecraft, ja. En het is nu 3:55 en dus gaan we even lekker opneempjes doen, yeah! Nou, wij hebben net avond gegeten. Ik zit nu bij de kerstboom. En ja, jij hebt het nog niet gezien, hè? En we gaan nu eventjes een familie kerstfoto maken. Wat we elk jaar doen eigenlijk. En dan gaan we dat als kerstkaart doen, toch, man? Oh, op Facebook kerstkaart. Dus gaan we even doen.